Het is vrijdag en dus weer tijd voor een nieuwe video van Vrij Miebeurs, Een serie waarin ik telkens het laatste nieuws van de afgelopen week ga bespreken. En aangezien we ja, aan het einde van deze week zitten en denk ik iedereen het wel mee heeft gekregen rondom GameStop, is dat gewoon het onderwerp dat ik ook wel in deze video eigenlijk wel moet gaan bespreken. Want overal kwam je het tegen, elke nieuwsite had het erover en iedereen praatte er ook over. En in deze video wil ik dan ook gaan kijken naar eigenlijk het hele verhaal. Dus ten eerste, wat is GameStop? Wat is er gebeurd? Wat zijn de gevolgen daarvan? En wat kunnen we eigenlijk nog verwachten? Misschien wel de komende week of week, of nog wel langere tijd. Dat soort dingen gaan we in deze video dus bespreken, behandelen en hopelijk ook beantwoorden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal bespreken we elke week in drie video's. Ja. Van alles over persoonlijke financiën, investeren en beleggen. of passief inkomen. En nu gaan we het dus hebben over GameStop. Want dat is echt volop in het nieuws geweest. Maar voordat we daar naar gaan kijken. wil ik eigenlijk eerst twee dingen even opmerken. Ik heb nu een nieuwe, nieuwe setup met een nieuwe webcam die ik dan van ga gebruiken. Even testen of dit goed werkt, omdat ik dan ook makkelijker mijn uh, scherm met jullie kan delen en vaak ook snel in kan spelen op het laatste nieuws. Dus als je nog tips hebt of feedback daarover, laat dat even weten in de reacties onder deze video. En deze video gaan we natuurlijk dus hebben, zoals gezegd, over GameStop. Maar uh, ik ben geen adviseur, al zou ik bijna wel adviseren of in ieder geval jullie willen waarschuwen rondom dit aandeel. Uh, let gewoon heel erg goed op. Dit heeft eigenlijk niet zo heel veel met beleggen meer te maken, maar het is eigenlijk gewoon een soort van spelletje geworden, lijkt het wel. Dus uh, ja, ben je bewust van de grote risico's die hier rondom dit soort aandelen zitten. En ik wil ook even ja, vragen of zeggen van, hou het netjes in de reacties, ga elkaar niet lopen opbutsen, zeg maar, om dit soort aandelen te kopen. Um, ja. Kijk er gewoon naar, leer er iets van. Dit is echt een informatieve, educatieve video bedoeld... waarin we eigenlijk willen bespreken van wat gebeurt hier nou... zodat iedereen het ook goed kan begrijpen wat hier gebeurt. Um, en dat gezegd hebben we, de, laten we dus gewoon gaan beginnen... met eigenlijk de eerste vraag van wat is GameStop? Nou, dan schakelen we even over naar mijn scherm. En dan kunnen we even het beste de website van de NOS erbij pakken... want zij hadden van de week ook een artikel hierover... Zoals eigenlijk bijna alle websites, uh, nieuwswebsites, wat een artikel hierover hadden. En hier zien we ook, GameStop is eigenlijk gewoon een winkel voor videogames, die al 35 jaar bestaat. En bijna 6000 winkels heeft in de VS, Canada, Australië en Europa. Het is al best wel een tijdje dat het op de beurs is, al bijna 20 jaar. Um, ja, de laatste tijd, het is natuurlijk een soort van bedrijf wat natuurlijk niet heel populair is, want steeds meer games... Uh, worden online gekocht. Misschien koop je het wel gewoon bij Bol.com, bij Amazon. Maar wat natuurlijk ook veel vaker voorkomt, is dat je gewoon steeds vaker digitaal kunt kopen. De laatste Xbox, de laatste PlayStation, sommige versies daarvan hebben niet eens zo'n optical drive. Dus ja, dan moet je het spel wel gewoon via de platformen van Microsoft World zelf kopen. Daar is dus geen winkelier meer van nodig. Nou, vorig jaar ging het aandeel dus rond de 10-15 dollar. En dan uh, ja, de laatste tijd uh, is het totaal anders gegaan. Um, dat heeft een paar dingen mee te maken. Uh, er zou iemand nieuws in zijn gestapt. Maar wat het vooral mee te doen heeft, is Reddit. Het internetforum wat dus heeft gezien van dit aandeel is zo erg geshort. Hier gaan we juist aandelen kopen om een soort van short squeeze uh, te krijgen. Wat dat precies inhoudt, zal ik zo even uitleggen. Kijken we eerst even naar de koers. Uh, en pak ik bijvoorbeeld het laatste jaar. Dan zie je eigenlijk wel dat die vanaf begin januari 2020, tot dan zat het zo rond de... Paar dollar. Uiteindelijk ging het wel iets verder omhoog, maar zeker tot eigenlijk twee weken geleden, dat het aandeel rond de 15 dollar, 17 dollar zat. En juist in die laatste tijd, dus laten we even de laatste maand inzoomen, zie je dat het eerst een beetje is gestegen, maar juist de laatste week eigenlijk, en zeker de laatste paar dagen eigenlijk, heel hard gestegen tot een hoogtepunt van ergens rond de 480 dollar. Dat was volgens mij gisteren. Maar als we ook daar trouwens even naar gaan kijken, want het klinkt misschien heel leuk dat je een aandeel kunt kopen aan het begin van de maand voor 15 dollar en op het hoogtepunt 40 dollar is. Maar pakken we hier bijvoorbeeld even bij, um, en dan zien we aan de datum hier dat het gisteren om 3 uur was dat die op zeg maar 470 stond. Maar als je pech hebt en je was net dan ingestapt, binnen een uur was er 71% van af. Daalde niet naar de 130 dollar. Dus dat wil we wel even aangeven. Het kan omhoog gaan. Maar stap jij op het verkeerde moment in. Omdat het dus eigenlijk gewoon een soort van spelletje is geworden, lijkt het wel. Um, ja, kun je ook gewoon binnen een uur 70% van je inleg, van je vermogen hierin verliezen. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. Nou, waar, wat is er nou eigenlijk gebeurd waarom die koers zo hard is gegaan? Uh, wat je dan moet weten, is dat een aandeel. Een bedrijf, een aandeel dat heeft een bepaald aantal aandelen in de markt. En laten we zeggen dat dat voor dit bedrijf duizend stuk zouden zijn. Het zijn er natuurlijk veel meer, maar laten we het even makkelijk houden. Dan kun je natuurlijk als belegger zijn een aandeel kopen, omdat je denkt dat het omhoog gaat, dat er toekomst in zit. Als we hier gaan uitzoomen, dan kun je eigenlijk zien wat we de laatste vijf jaar uh, hebben gezien. Nou, het lijkt heel erg vlak te lopen. Maar als je goed gaat kijken, zitten we rond deze koers rond de 30. Um, en dat was in 2016. na nou, dus. Ja, eind vorig jaar, begin dit jaar... of hoe moet ik het eigenlijk zeggen, een jaar geleden... dat het uiteindelijk naar de 4 is gegaan. Dus um, het is best wel flink gedaald... van de 30 naar de 4 dollar. Um, en ja, natuurlijk komt dat toch vanwege de markt. Bedrijven, uh, vaak hedge funds, zetten daarop in... van ja, dit zal wel verder zakken... want dit is gewoon een bedrijf in een markt... die niet echt toekomst heeft. Um, dus wat zij dan voor kunnen kiezen... Uh, als je kunt profi wilt profiteren van een daling van de koers kun je een aandeel shorten, zoals ze dat noemen. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je een aandeel bij iemand anders die het aandeel al heeft, gaat lenen. Dat verkoop je dan met de belofte dat je het later terug wilt geven. Nou, je leent het bijvoorbeeld tegen de huidige koers, laten we even zeggen dat dat 15 dollar was, in de hoop dat je bijvoorbeeld over een jaar de koers nog maar 5 dollar is, dan koop je het aandeel terug voor 5 en geef je het terug. En het verschil tussen wat je nu voor welk bedrag je het nu hebt geleend, die 20... en voor waarvoor je het in de toekomst wilt, wilt gaan kopen of denkt te kopen, die 5... dat verschil van die 15, dat is dan jouw winst. Natuurlijk betaal je gedurende die tijd ook een rente... omdat je eigenlijk, je betaalt een vergoeding... omdat je het aandeel van iemand anders leent. Nou, wat hier nou eigenlijk het geval was... is dat er dus zeg maar, laten we zeggen, duizend aandelen waren... maar dat er 140% van de aandelen was geshort. Dus er waren, ja, er waren eigenlijk gewoon meer aandelen geshort... dan dat er in de omloop waren... Uh, omdat er gewoon geen toekomst werd gezien in dit bedrijf. En wat je dan krijgt als een hele groep mensen gaat kopen, dan gaat natuurlijk het de vraag gaat omhoog, waardoor de prijs zal stijgen. Maar dat is nou juist niet wat die aandelen, wat die, um, wat die shorters willen, want die willen een koersdaling zien. Nou, als het aandeel dan gaat stijgen, betekent dat dat zij misschien een positie moeten verkopen. Of misschien wel um, aandelen moeten gaan kopen om die positie wat ja, in gereel te houden, zeg maar. Dat het niet een te, te groot risico wordt. Dus dan heb je niet alleen dat de mensen die het aandeel willen kopen, die aandelen kopen. Maar ook de shorters, die eigenlijk het aandeel dus niet willen kopen. Maar het wel verplicht worden vanuit hun broker, ook moeten gaan kopen. Waardoor natuurlijk in één keer heel veel mensen het aandeel gaan kopen. En dan krijg je dus wat ze noemen een short squeeze. Als in één keer iedereen alleen maar aandelen wil gaan kopen, dan stijgt de prijs natuurlijk heel erg hard. En dat is wat we juist de laatste dagen hebben gezien. Tot het hoogtepunt dus van 480, maar ook weer een uur later 130. Dat had er dan juist weer mee te maken dat bijvoorbeeld Robinhood, een broker in Amerika, de handel hierin stillegde. Omdat dat alleen nog maar verkocht kon worden. En laten we even nou naar dit plaatje kijken. Hier staat een beetje een uitleg van wat nou eigenlijk een aandeel shorten inhoudt. Laat ik nog even een beetje inzoomen dan zien we dus dat eigenlijk een broker heeft een aandeel. jij hebt bijvoorbeeld bij de Hero zit je en het kan zo zijn dat je account hebt dat je aandelen worden uitgeleend. En, uh, iemand kunt ze dan eigenlijk lenen van jou. op de achtergrond dat regelt jouw broker. dus uh, je ziet ook hier dat een uh, shortseller tien aandelen leent van een bepaald aandeel. Nou, die verkoopt die vervolgens op de markt voor de huidige koers van 500 dan gaat hij ervan uit dat het aandeel dus waarde gaat verliezen, waardoor hij na een tijdje diezelfde aandelen weer op de markt terug kan kopen voor 400. Nou, die 10 aandelen die geeft hij die vervolgens weer terug aan de broker waar hij ze geleend had. En dan heb je dus eigenlijk het verschil tussen die 500 waarvoor hij het verkocht en de 400 waarvoor hij het inkocht, dat is dus die 100. Dat pakt hij dus in dit geval, uh, in dit voorbeeld. En dat is dus eigenlijk het hele idee achter, achter een, uh, een short sale. En even kort tussendoor: wil je nu ook gaan beginnen met beleggen? Uh, misschien juist wel aandelen kopen. Niet die ik hier nu noem, maar gewoon aandelen echt voor de lange termijn. Die wat minder volatiel zijn, die wat minder risico hebben. Dat kan je doen via de Giro, dat is ook de broker waar ik gebruik van maak. En heel veel van mijn kijkers en heel veel mensen in Nederland. Een heel erg populaire broker. En onder deze video vind je een link om een account aan te maken. Um, dat is heel erg simpel, het kost jou niets om hem aan te maken... ...maar het helpt wel het YouTube-kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En dan gaan we nu weer terug naar de video. Nou, wat de gevolgen dus zijn hiervan, dat is um, wel best goed zichtbaar denk ik hier. Um, Degenen die er al shorten waren, die gaan natuurlijk hier als de koers stijgt... ...moeten ze eigenlijk een aandeel kopen voor een hogere koers dan dat ze het geleend hadden. Dus ze moeten al geld toegang geven. Nou, als jij een tijdje geleden het aandeel had geshort op 10 of 20 dollar... Moet je nu in één keer de laatste week misschien wel terugkopen voor 100 dollar? Of als je pech hebt hierbovenin ergens voor 400 dollar, dan gaat er dus heel veel geld verloren. Want jij, jij leent het heel goedkoop, maar je moet het heel duur teruggeven. Uh, en dan is ook wat nu de berichten zijn: is dat de diverse hedgefondsen uh, die al in onder andere GameStop zaten, maar ook in andere aandelen, de laatste maand al 70 miljard dollar hebben verloren. Juist omdat dus deze Reddit-groep. Uh, Misschien ook wel andere beleggers, eigenlijk iedereen wel die een beetje geld wil verdienen, hier gewoon instapt. Dus heel veel grote fondsen verliezen heel veel geld. We zien trouwens ook meteen hier gisteren sloot het, uh, het aandeel op 197 dollar uh, met het bericht dat Robinhood. Uh, dat zien we hier volgens mij uh, de handel stil heeft gelegd. Uh, laten we ook even hier inzoomen. Beleggingsplatform leggen de handel in aandelen stil. Dat was onder andere dus in GameStop, maar ook in AMC, een bioscoopketen en luchtvaartmaatschappij American Airlines. En wat ze deden is, je kon alleen op dat moment het aandeel nog verkopen, maar niet meer kopen. Omdat ook die broker daar risico mee liep, zeiden ze. Uh, daar was niet iedereen het mee eens. Ook de Amerikaanse politiek heeft ingegrepen, want die willen eigenlijk weten wat hier gebeurt. En ook waarom, bijvoorbeeld Robinhood, waarom hij de handel eigenlijk heeft stilgelegd. Wat daar eigenlijk de gedachte achter is. Robin Hood zei dat ze een groot risico liepen, omdat er gewoon heel veel volatiliteit in het aandeel zat. Nou, omdat dat zo was, ging het aandeel dus hard onderuit, sloot het ook een stuk lager dan het geopend was in die dag. Maar nu zien we pre-market al, um, hierbovenin kan ik het net niet zien, maar het gaat openen waarschijnlijk vanmiddag op 345 dollar. Dus wel weer ja, een flinke verdubbeling bijna, omdat juist... Robin Hood weer heeft gezegd: we gaan het weer toestaan. En ook andere brokers het weer gaan toestaan. Dus je ziet wel hoe volatiel dit is. Je kunt een aandeel hebben en in een, misschien wel in een uur je geld verdubbelen. Maar als je net in het verkeerde moment instapt, kan het ook zo zijn dat je binnen een uur je geld bijna voor 70% ziet verdampen. Als je dan in ieder geval weer gaat verkopen. Maar ik weet niet hoe jij gaat reageren als je net een aandeel koopt en je ziet minuut na minuut. Procenten eraf gaan, waardoor je eigenlijk binnen een half uur misschien wel de helft kwijt bent. Hou jij het dan nog vast? Geloof je er dan nog in of neem jij dan je verlies en denk je na een half uur, ja, uh, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik snap er in ieder geval niks van? En wat gaat er dan gebeuren in de toekomst? Ja, dat is de grote vraag. Je ziet nu al dat brokers hierop inspelen. Um, het is eigenlijk een soort van georganiseerde aankoop van heel veel mensen op een internetforum, die eigenlijk een beetje een hedge fund um, ja, in het ...een beetje tegen willen spelen. Kijk, normaal verdienen hedge funds juist als een koers daalt... ...die profiteren van dit soort situaties. Daar zijn vaak beleggers de dupe van. En nu hebben ze eigenlijk de rollen weten om te draaien. Zijn het juist kleine beleggers zoals jij en ik waarschijnlijk... ...die als je maar heel veel dingen samen doet... ...eigenlijk een, een blok kunt vormen tegen een hedge fund... ...dat jullie ervan kunnen profiteren en een hedge fund juist niet. Dus dat zien we nu gebeuren. Ik weet niet of de overheid hierop in gaat grijpen... ...of brokers hierop in gaan grijpen... Uh, je ziet dat regelmatig de handel wordt stilgelegd. Brokers gaan alleen nog maar verkopen toe. Dus iedereen is een beetje aan het zoeken wat hier gebeurt en hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar het is natuurlijk wel zo, je kunt heel veel geld verdienen. Je kunt ook heel veel geld verliezen. Want zoals ik eerder al zei, het is eigenlijk niet meer per se iets van wat beleggen is. Want je gaat eigenlijk gewoon een soort van casino, ben je hiermee bezig? Je zou ook naar een casino kunnen gaan op rood inzetten. Dan is ook de kans dat je verdubbelt. 50% of dat je niks meer hebt, ook 50%. Nou, dat lijkt het hier ook wel te zien. Uh, zeker gisteren als we die uh, grafiek gaan kijken. En dat is dan eigenlijk ook waar ik deze video mee af wil sluiten. Ik denk dat dit vaker gaat gebeuren. Nu mensen hebben gezien wat de mogelijkheden zijn... Uh, niet alleen om er zelf van te profiteren... maar juist om die grote banken en hedge funds... eigenlijk juist lastig te vallen met dit soort dingen. Denk ik dat dit vaker gaat gebeuren, dat mensen op zoek gaan... Uh, naar wat er mogelijk is, bij welke aandelen dit mogelijk is. En het is natuurlijk ook wel logisch dat mensen dit gaan doen... Uh, want het is gewoon mogelijk. Ja, iedereen van tevoren waren het de grote hedge funds... die er hiervan profiteerden. En wat Elon Musk zelf ook tweet van... je kunt, je kunt geen huis verkopen wat niet van jou is... Uh, maar je kunt wel een aandeel verkopen dat niet van jou is. Dus het is ook gewoon een heel raar systeem. Misschien gaat er wel iets veranderen. Het zal niet op de korte termijn zijn... maar misschien wel op de lange termijn. En wat ik vooral bang voor ben, is dat... Um, nu heel veel mensen instappen in de hoop snel geld te verdienen... en dat ze juist van een koude kermis thuiskomen... en dat ze juist heel veel geld gaan verliezen. Dat ze dus nooit meer geloven in beleggen... terwijl dit eigenlijk geen beleg is, maar gewoon een spelletje. En dat daardoor eigenlijk beleggen ook in een slecht daglicht komt... dat er meer toezicht gaat komen, vooral ook zeker op social media. Um, misschien is het YouTube, misschien is het juist Instagram of andere dingen. Misschien wel een forum als Reddit... wat eigenlijk dus ja, mensen elkaar zitten op te stoken... Um, totaal niet bezighouden met de risico's en alleen maar het mooie beeld geven van. Ik heb uh, nieuwsberichten gezien van iemand die er 50.000 dollar heeft ingestopt, die nu 50 miljoen dollar heeft uit deze, dit soort posities, uit dit soort dingen. Ja, daar gaat iedereen natuurlijk zich op focussen. Maar dat misschien wel dadelijk 90% van de mensen heel veel geld verliest, dat zien we niet terug. Dat is denk ik wel heel belangrijk om te noemen, dat we een eerlijk beeld geven. Um, en nou denk je misschien van, ja, leuk dat je het allemaal noemt. Ik ga gewoon een gok wagen. Ik ben me bewust van de risico's. Dat kan. Nou, als je dat doet, doe het dan met een kleine positie. Ik denk dat er zeker heel veel beginners zijn, jonge mensen die denken. Dit kan niet misgaan. Ik moet hier wel geld in kunnen verdubbelen. Ik stop er 1000 euro in. Um, als, dat alle 1000 euro, als dat alles is wat je hebt, doe het dan niet. Maar zorg ervoor dat het, misschien heb je wel veel meer geld. Dan kun je een gokje wagen met misschien 1% of zo. Het is niet aan te raden, maar mocht je nou niet naar mij willen luisteren en het toch willen doen. Neem dat advies dan in ieder geval mee. Houd er rekening mee dat je gewoon heel veel geld kunt verliezen. Um, en dit is nu op GameStop, zoals gezegd. Dit is op meer aandelen zo. Dit is bij Blackberry, AMC, um, Nokia, heel veel American Airlines. Dus veel meer aandelen zijn er nu al en zullen ook nog gaan, gaan komen de komende tijd. Dus um, daar wil ik, zoals gezegd, eigenlijk mee afsluiten. Ik hoop dat je nu weet wat er speelt, hoe het eigenlijk gebeurt. Um, ja, wat de gedachte erachter is, misschien van de mensen die ermee bezig zijn, maar dat je ook zeker bewust bent van de risico's. En waar ik dan eigenlijk wel benieuwd naar ben, is: heb jij hier ook aan meegedaan? Heb je deze aandelen in bezit, of heb je ze inmiddels weer verkocht? Wat is je rendement geweest? En als je het hebt gedaan, hoeveel procent van je vermogen heb je in dit soort aandelen gestopt? Is dat 1%, 10%,? Zit al het geld wat je had, laat dat vooral even weten in de reacties onder deze video. Dus eigenlijk om een eerlijk beeld te geven rondom deze aandelen. En dus, niet zoals ik eerder al zei, om elkaar juist aan te sporen om dit allemaal te gaan kopen. Omdat het lijkt alsof je alleen maar geld kunt verdienen. En dat is niet het geval. Dus laten we een eerlijk beeld geven. Deel je ervaring, deel je rendement als je dat wil. Um, en dan zijn we daarmee eigenlijk aan het einde gekomen van deze video. Dus even uh, niet heel veel nieuws, maar eigenlijk totaal gericht op één aandeel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat natuurlijk. Eigenlijk alles over belegging afgelopen week wel eigenlijk rondom GameStop. Je kwam het overal tegen. Het heeft heel veel effect nu al op de markt. Wie weet wat de effecten zijn op de lange termijn. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Of gewoon de normale video's die ik normaal elke week maak? Uh, abonneer dan op het kanaal. Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren beleggen of passief inkomen. Klik even onder de video abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag weer bij de volgende video te zien.